Met een fietstocht door de Arnhemse wijken en activiteiten in de koepelgevangenis. Dag 4 van Almuy op Stoer staat in het teken van verbinding en de politie. Nou, Almuy op Stoer is eigenlijk al vanaf het begin gekoppeld aan de politie. Omdat de familie Legerstee altijd bij de politie heeft gewerkt. En ja, op die manier is het een beetje met elkaar verweven geraakt. En dat zie je nu nog steeds terug. De samenhorigheid zoals je met elkaar omgaat, met kinderen omgaan. Het is heel leuk om te zien hoe sommige kinderen aan het begin van de tour zijn en aan het eind van de tour zijn. En dan komt de koppeling naar mijn wijkagentenwerk. Ze zien anders normaal alleen maar een politieagent en dan denken van, wat moet ik daarmee? Hè? Dan moet ik voorzichtig zijn. En hier maken ze ons gewoon 10 dagen dag en nacht mee. Nou, s'nachts niet natuurlijk, maar dag en nacht mee. En dan zien ze dat we toch ook af en toe net mensen zijn. En de kinderen vinden al die politie heel interessant. Wat wil je laten worden? Politieagent. Zo, dat weet jij goed. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Ik weet niet, ik vond het altijd leuk. Je hebt van een soort criminelen die probeer je dan te schieten bij bommen. Dat lijkt me wel een beetje gevaarlijk. Zou je geen politieagent willen worden? Ja, ook wel. Maar ik wil liever advocaat worden. Ja. Soms vraag ik ook, kijk ik aan een beetje wat ze bij hebben en zo. Ja, bijvoorbeeld handboeien, pistool, taser en zo. Ik ben me er wel van bewust dat je natuurlijk wel een voorbeeldfunctie hebt. En een hoop kinderen kijken wel tegen je op. En dat is wel goed om je dat te realiseren. Dat je kinderen misschien op die manier kunt motiveren om over een jaar of 10 ook te gaan solliciteren. Ja.